welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een goodie box unboxen, zoals ik elke maand één keer in de maand doe. Voor de mensen die dit niet kennen, goodie box is een maandelijks beauty abonnement waarbij je dus elke maand zo'n beauty box krijgt met minimaal 5 beauty producten erin en af en toe meer. En het is ook altijd ter waarde van minimaal 65 euro. Dus voor 20 euro in de maand krijg jij elke maand een soort van cadeaupakketje. En dat is echt super leuk. En ook ik krijg hem dus echt elke maand. Ik krijg hem gewoon gratis. Ik word niet betaald om de video te maken, maar ik krijg de box wel gewoon gratis. En ik vind het dan leuk om het elke maand te unboxen. Als je wilt abonneren erop, beneden staat een linkje en je kunt dan gewoon makkelijk abonneren. Maar ik ga dus vandaag laten zien wat weer in de box zit. Dit is de box van maart, want het is nou maart. Dus we gaan even bekijken wat hierin zit en ik ga aanbrengen wat ik kan aanbrengen, zoals ik altijd doe. Ik heb dit dus al een aantal keer gedaan, dus als je de andere boxen ook wilt zien, die staan al op mijn kanaal en je kunt dan zien wat je allemaal elke maand krijgt. Dus ja, vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, dit is dus hoe de box eruit ziet van de maand maart. Elke box heeft zo'n andere print en een andere kleur elke maand. En zoals je hier ziet staan, Dutch Beauty Awards, dus dit is een hele speciale box. Ik ga hem even openmaken. In elke box zit zo'n handig boekje waar alles in staat over alle producten en wat er allemaal aan de hand is. 20 april is de Dutch Beauty Award. Ik weet niet in verband met corona of dat nog gaat gebeuren, maar dat is in ieder geval wat er hier staat. En je kunt dus op Goodie Box stemmen. Dus ik zet die link ook beneden hier onder de video. Oké, we gaan beginnen. Dit is hoe de box er van binnen uitziet. En hierin zitten dan alle leuke producten. Ik heb al stiekem gespiekt en het is vooral skincare. Wij hebben nou 1 product extra, dus in plaats van 5 hebben we 6 producten, dus dat is altijd fijn. Ik ga beginnen met product 1. Van Kam De heb ik hier een lipolie en die kost 18 euro. Dit is ook full size, dus groter dan dit is hij er niet. Ik ben hier heel happy mee, want ik zal jullie vertellen, altijd wanneer ik mijn video's begin, altijd zonder make-up, maar zoals je nou ook kunt zien, ik heb altijd een lipolie op mijn lippen. Dat heb ik echt, elke video begin ik met een lipolie op mijn lippen. En die ik gebruik is letterlijk deze. Dus ik ben hier heel happy mee. Kijk, hij is al bijna op. Dus ik ben happy dat ik er nou weer eentje heb. Dus ja, ik ben hier heel enthousiast over. Want ik vind hem echt heel erg fijn. Elke video, letterlijk welke ik op heb, is dit. Dus hier ben ik super happy mee. Ik breng die gewoon altijd aan. Ik breng even aan die ik al heb. Want dan hoef ik die andere in ieder geval niks open te maken. Je brengt het gewoon zo lekker aan en het is echt super fijn. Het is een olie, maar hij voelt echt super prettig aan. Dus hier ben ik echt heel happy mee. Volgende is een beetje een apart iets. Van Mikura heb ik hier de Bud Mask en die kost 7 euro. Dit is dus een masker voor de billen. Dit heb ik nog nooit gezien. Ook weer gewoon full size. En dit is een vochtinbrengende hydrogel masker die je huid strakker maakt. En hoe moet je het aanbrengen? Nadat je hebt gedoucht moet je gewoon letterlijk dit aanbrengen op je billen. En dan moet je even een kwartiertje op je buik liggen en dan eraf halen. En dan moet je hele mooie strakke zachte billen hebben. Dit vind ik echt super apart. Ik weet niet of ik het in mij heb om een kwartier lang op mijn buik te liggen. Maar ik ben hier wel benieuwd naar. Dit kan ik nou obviously niet aanbrengen. Want ja, ik kan hier mijn hele bil in beeld gooien. Kijk, hier achterop staat ook hoe je het moet aanbrengen. En dan heb je zo mooie strakke billetjes. Nou, dit vind ik ook wel leuk. Ik bedoel van, we moeten onze billen ook verzorgen dus. Van Rose Avenue heb ik hier een droog shampoo en die kost 26,50 euro. En ook weer hier hebben we de full size. Dit is dus een droog shampoo voor de mensen die niet weten wat het is. Dit is een soort van shampoo, maar je hoeft je haren niet te wassen. Het is een spray en je sprayt het dan in je haar en dan wordt je haar een beetje soort van schoon. Alsof je het hebt gewassen. En er staat ook dat dit volume geeft aan je haren. Heel toevallig, en dit is echt... echt waar, dit is echt net gebeurd. Ik heb dus nou mijn haar gedaan, maar ik moet mijn haar wassen. Het is nou op een punt dat ik het straks na de video ga wassen. En ik was op zoek naar mijn droogshampoo, want die heb ik al, maar ik kon hem niet vinden. Dus ik heb er nou gewoon niks in gedaan. Dus ik ben heel blij met dit, want ik was letterlijk 5 minuten geleden op zoek naar een droogshampoo. Dus ik ga dit gewoon gelijk gebruiken. Kijk, mijn haar is echt best wel vettig. Je kunt het niet heel goed zien, want mijn haar is echt zwart. Dus daar heb ik echt geluk mee. Maar het is echt vettig. Ik moet het echt vandaag nog wassen.
Ik let altijd op, omdat mijn haar dus zwart is, heb ik vaak met dit soort droog shampoos dat ze een witte waas brengen over mijn haar. En dat vind ik niet mooi. Maar dat doet hij in principe niet. Mijn haar is gewoon... Kijk, het geeft echt een beetje volume. Ik heb het nou hier niet gedaan en hier wel. Ja, het heeft echt nut. Het doet echt wat hij moet doen. Oh mijn god, ik ben hier echt heel happy mee. Wat ik wel altijd heb met droog shampoos is dat ze mijn haar altijd een beetje hard maken. Ben ik de enige die dat heeft? Dat vind ik altijd wel echt minder. Maar ik ben wel altijd blij met wat ze doen voor mijn haar. Want ik heb geen zin om mijn haren elke dag te wassen. Vooral omdat ik het stijl en ik heb normaal krullen. En ik ga niet mijn haar elke dag helemaal weer opnieuw stijl maken. Maar wat ik mij nog steeds afvraag is, waar is mijn normale droog shampoo? Next up hebben we weer een maskermaal voor het gezicht. Van Starskin heb ik hier een olie masker. En die kost €9,95. En wij hebben ook weer de full size. Starskin is een van mijn favoriete merken voor gezichtsmaskers. Ik heb ook een aantal maskers ooit van hun gehaald. Ik heb ze ook gewoon heel vaak gehaald in de winkel. Ik vind ze altijd top en I love it. Dit is dus een olie masker en het is brightening. Dus het geeft een stralende huid. En er zit camellia zaadolie in. En dat is dus het schoonheidsgeheim voor een stralende huid, staat hier. En zoals je kunt zien heb je hier een capsule met olie. En dit is 100% pure camellia zaadolie. En dat zit bordevol vitamines, antioxidanten en vetzuren om je huid te voeden en te verzachten. En dan de tweede stap is dat je gewoon echt het maskertje moet aanbrengen op je gezicht. En dit is een vochthersteller, dus het brengt weer vocht terug in je gezicht. En je hoeft het niet af te spoelen, je moet het gewoon aanbrengen, het na een kwartier eraf halen en dan is het gewoon klaar. Als je mij volgt op Instagram, dan weet je dat ik van maskers hou, want ik doe echt... bijna om de dag wel een maskertje op. En ik laat het dan ook altijd zien op mijn Instagram welk masker ik die dag gebruik. Oké, ik ben helemaal onder de olie. Nou ga ik de sheet mask aanbrengen. Nou, ik had mijn wenkbrauwen al gedaan, maar dat is nou klaar. Oh, I love it. Het voelt lekker zacht aan. Oké, ik moet het een kwartier erop laten. Het is nou bijna 11:15 in de ochtend. Ik ga het gewoon oplaten tot 11:00 en dan kom ik zo bij je terug. 15 minutes later. Oké, mensen, ik ben er weer. Het is nou precies 11:00 zoals je kunt zien. Dus ik heb het een kwartier erop gelaten. Nou kan het er weer af. En je hoeft het dus niet af te spoelen. Je kunt het gewoon een beetje zo... inwerken. Oké, het voelt me gewoon een beetje aan als een dagcrème of zo. Ik trek het ook altijd door naar mijn nek. Want mensen, vergeet niet je nek, want die wordt ook oud. Dus alles wat ik smeer op mijn gezicht, trek ik altijd door naar mijn nek. Het voelt wel goed aan. Vind ik dan mijn gezicht glanst? Jazeker. Maar ja, als je 3 kilo olie op je gezicht smeert, dan gaat het inderdaad glanzen. Het voelt niet te vettig aan of zo. Ik was er wel een beetje bang voor, want het was echt veel olie. En ik dacht echt, ik weet niet of het misschien te veel is of zo. Maar op zich, als je dat masker opdoet, het trekt echt helemaal in de huid. Dus het is niet meer zo heftig als dat het was in het begin. Dus I like it. Van Karma Meju heb ik hier de Hero PH Solution nummer 2. En deze kost €27. En dit is ook weer de full size. En ik snap alleen niet helemaal precies wat het is. Dit is een vloeistof die helpt het huidoppervlak te herstellen wanneer de pH-waarde is verstoord door contact met water. Vooral als je je gezicht heel vaak schoonmaakt, dan wordt de pH-waarde een beetje verstoord. Vandaar dat wij mensen ook vaak toner en zo gebruiken, want dat herstelt het dan weer. Het voorkomt ook vochtverlies, huidgevoeligheid en droogte, terwijl het natuurlijke vermogen van de huid om te vernieuwen wordt versterkt. Oké, je moet hem dus aanbrengen op een gereinigde huid. En dit kan op je gezicht, hals, handen, lichaam, whatever. En dan gaat het hydrateren. Maar wat is het nou precies? Is het gewoon... is het een crème? Is het... ik snap niet helemaal precies wat het nou echt is. Nou ja, er staat in ieder geval dat je het moet aanbrengen op een schone huid. Dus je mag nog geen crèmes of zo op hebben. Ja, ik heb nou al dat masker opgedaan. Maar ik ga het gewoon alsnog aanbrengen. Het is gewoon zo doorzichtig iets. Ik denk dat het letterlijk gewoon een toner is. Want die moet je ook aanbrengen op een gereinigde huid en voor je andere crèmes. Dus ik denk gewoon letterlijk dat het is. Want er staat ook dat dit de pH-waarde herstelt. En dat is precies wat een toner ook doet. Dus
Ja, ik ga ervan uit dat het gewoon dat is. Als laatste hebben we van Rituals een anti-aging dagcreme. En die kost 35 euro voor 50 milliliter. En dit is geen full size. De rest was allemaal full size. Dit niet. Voor 50 milliliter is het dus 35 euro. Wij krijgen echter 20 milliliter. Dus iets minder als de helft. Ook hier ben ik heel blij mee. Want hier is de grote. Die heb ik al. Maar dit is de nachtcreme. Dus die vind ik echt heel fijn. En die gebruik ik altijd. En wat dus zo fijn is hieraan. Het is inderdaad een beetje duur. Maar je hoeft letterlijk dit te gebruiken. Dit kleine beetje is het enige wat ik gebruik voordat ik ga slapen op mijn gezicht. Dus je hoeft echt maar een heel klein beetje te gebruiken. En dat vind ik hier dus zo fijn aan. Dus hij gaat echt super lang mee. Maar dit is dus de nachtcreme in het groot. En dit is dus de dagcreme in het klein. Dus hier ben ik happy mee. Want ik ben ook heel blij met de nachtcreme. Dus deze ga ik zeker gebruiken. Ik gebruik nou eentje van Clinique. Die is bijna op. Dus als deze op is, dan ga ik weer een andere gebruiken. Dus ik doe deze nog voor nu even in mijn la. En ik ga hem nou ook niet aanbrengen. Want ik heb nou echt al van alles aangebracht. Dus ik hou hem gewoon nog eventjes dicht. Maar dat was het dan. Dit zijn dan alle 6 producten die in de box zitten. Je hebt dus 20 euro betaald voor de box. En ik ga even bekijken hoeveel nou dit allemaal waard is. Dus als je dit allemaal haalt in de winkel, hoeveel je dan normaal zou hebben betaald. Dus ik haal even mijn rekenmachine erbij. En ik begin met de nachtcreme. 30 euro voor 50 milliliter. Wij krijgen 20 milliliter, iets minder als de helft. Dus ik ga gewoon de prijs even makkelijk gewoon halveren. Dus die wordt dan 17,50 euro. Plus de droog shampoo, die is 26,50 euro. Plus de lipolie, die is 18 euro. De badmask, die is 7 euro. Het gezichtsmaskertje, die is 9,95 euro. Dus even afgerond 10 euro. En dan ook nog dit product. En die is ook full size 27 euro. Dan kom ik uit op een bedrag van 97 euro en 25 cent. Dat is echt een hoog bedrag, jongens. En dit allemaal voor maar 20 euro. Ik doe even min 20. We hebben een winst van 77 euro en 25 cent. Nou, dat is echt top. Elke box is altijd veel meer waard dan wat je ervoor zou betalen als je gewoon alle producten normaal in de winkel zou halen. Dus ik ben hier weer heel happy mee. Er zit niks bij waarvan ik denk, dit vind ik iets minder. Het enige wat ik jammer vind is dat we geen make-up hebben gehad. Ik hou altijd wel van ook wel een make-up product of zo. Maar ja, we hebben de lipolie gehad. Dat is ook een soort van make-up of zo. Maar dat vind ik wel jammer. Ik kijk wel altijd uit naar make-up. Maar ik ben hier ook allemaal heel blij mee. Vooral de haarspray. Oh mijn god. Nou, dit was dan het einde van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer allemaal terug te zien bij de volgende video. Doeg!